Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik iets laten zien wat ik er in elke video uitknip. En dat zijn mijn wenkbrauwen en hoe ik mijn wimpers opplak. Dus nep wimpers opplak. Die twee stukken knip ik altijd in elke video eruit. Waarom doe ik dat? Mijn wenkbrauwen heb ik altijd al gedaan voordat ik met de video begin. Omdat ik vind het echt super saai om te moeten doen. En als ik het gewoon doe voordat ik begin met de video, dan ben ik sneller klaar. Dan ben ik er vanaf. En het is toch altijd de same. Dezelfde producten, dezelfde handelingen. Wimpers plakken doe ik ook altijd. Of beeld, omdat ik het dan ook iets makkelijker kan doen. Want dan kan ik gewoon lekker de spiegel in mijn gezicht doen. En dan kan ik ze gewoon zo makkelijk opplakken. En ook dat is elke keer weer de same. Dus vandaar dat ik dat er ook altijd uitknip. Maar ik krijg toch best wel vaak de vraag van Sarah, hoe doe jij jouw wenkbrauwen? Hoe plak je nep wimpers op? Want vooral nep wimpers opplakken blijft altijd een beetje tricky voor heel veel mensen. Veel mensen hebben daar echt super veel moeite mee. Ik doe dat echt in 1 seconde, omdat ik het echt elke dag doe. Dus het is super makkelijk geworden voor mij. Dus ik ga laten zien hoe ik dat doe op een makkelijke manier. Ik ga laten zien hoe ik mijn wenkbrauwen altijd doe. En ja, that's it. Laten we gewoon snel gaan beginnen. Mensen, wat vinden we van mijn haaraccessoires? Ik heb die al zo lang. Ik heb die echt al maanden hier, maar ik raak ze echt nooit. Want ik heb altijd krullen, dus ja, met krullen kan het niet echt. Maar nou is mijn haar lekker plat. Ik heb een vlecht in, dus nou kon ik ze wel in. Super cute, ik vind het echt cute. Oké, ik ga beginnen met mijn wenkbrauwen. Zoals je ziet, ze zijn niet gedaan. Ik heb wel microblading laten doen. Dus vandaar dat ze al best wel in een goede shape zijn. Maar voor de rest, ja, ik moet ze toch altijd wel een beetje bijwerken als ik me opmaak. Als ik me niet opmaak, dan zijn ze echt helemaal prima. Echt, mijn wenkbrauwen laten doen was echt de beste beslissing die ik ever heb gemaakt. En ik raad het echt iedereen aan. Oké, voor mijn wenkbrauwen, ik gebruik altijd wel een beetje de same producten. Ik zal even alles laten zien wat ik altijd gebruik. Die ik het vaakst gebruik is mijn NYX Brow Pencil in de kleur 6. Dit is een wenkbrauwpotloodje van maar 10 neuri, dus lekker goedkoop. En hij is zo super dun, zoals je kunt zien. Hij is echt super dun en hiermee kun je echt heel precies werken. En ik vind die echt super fijn, vooral voor de prijs. En dan aan de andere kant heb je een spoolie en dan kun je zo je wenkbrauwen een beetje zo doorkammen. Ik heb hier ook de Benefit Brow Styler. Alle mensen die mijn anti-haal video hebben gezien, dus de video waarin ik vertel wat ik allemaal niet ga halen, hebben gezien dat ik had gezegd dat ik deze niet zou gaan halen, want hij is 40 euro en ik vind die prijs absurd. Ik vind het absurd duur. Na die video heb ik hem gehad in PR. Super toevallig, dus nou heb ik hem alsnog. Deze heeft een soort van breder potloodje, zoals je kunt zien. En je kunt met die ook zo'n strakke lijn maken. En dan aan de andere kant heb je een poeder. En daarmee kun je dan je wenkbrauwen inkleuren. Ik ga zeggen, ik vind hem echt geweldig. Ik vind hem echt geweldig. Maar mijn mening omtrent de 40 euro verandert niet. Ik zou hem niet opnieuw halen. Hoe geweldig ik hem ook vind. Als hij nou opgaat, is hij op. Ik heb hem gewoon gehad. Dus ik ga hem wel gebruiken. Want ik vind hem echt super fijn. Mijn wenkbrauwen zijn zo mooi strak. En het is zo makkelijk. Echt, I love it. Maar ja, ik ga geen 40 euro betalen voor dat. Ik gebruik ook altijd een wenkbrauwgel. Ik gebruik mijn Colourpop Black wenkbrauwgel. Deze is super fijn. Heel erg goedkoop. Colourpop is alleen niet te koop hier bij ons, dus je moet het echt vanuit Amerika bestellen. En die prijs kan dan wel een beetje oplopen. Maar als ze worldwide free shipping hebben, dan zou ik hem zeker bestellen. Welke ik ook echt geweldig vind. Oh my god, is de Anastasia Beverly Hills Brow Gel. Dit is de Dip Brow heet die, but I'm not sure. Brow Gel. En ik heb hem in de kleur Ebony. Ja, Dip Brow Gel Ebony. Dit is een wenkbrauwgel met superveel pigment. Er komt heel veel kleur vanaf. Meer dan met een gewone. En deze laat je wenkbrauwen de hele dag goed zitten. Als jij problemen hebt met dat het eraf gaat aan het einde van de dag of na een paar uur, dan haal deze. Deze is wel in het klein, want ik had hem met Black Friday gehaald in een set. Maar als die op is, ga ik hem echt opnieuw halen. Hij is echt de prijs waard. Echt mijn wenkbrauwen geweldig. En ik gebruik nu vaak deze met deze. Deze combo, insane. Zelfs wanneer ik mijn wenkbrauwen eraf ga halen, dan kost het me een beetje effort. Zo goed laat hij hem gewoon zitten. Dus deze zijn echt geweldig. Als jij iets hebt van 40 euro is echt niks voor mij. Ik heb genoeg geld. Dan raad ik deze en deze zeker aan. Ook een wenkbrauwpoeder die ik vaak gebruik in combinatie met mijn NYX Brow Pencil is de Benefit Foolproof Brow Powder. Ik heb hem in de kleur 5. Ik pak altijd de donkerste kleuren. Dus gewoon altijd zwart. Want mijn haar is zwart. Mijn wenkbrauwen zijn zwart.
En ik gebruik deze dan altijd om mijn wenkbrauwen een beetje in te kleuren. Ik vind het fijn dat die niet super super gepigmenteerd is, waardoor mijn wenkbrauw niet te zwart wordt. Dus dit is een combi die ik altijd gebruik. En deze is mijn luxe dure combi. Maar ik ga gewoon vandaag mijn normale combi laten zien. Oké, ik ga even de lens veranderen, zodat we een beetje kunnen inzoomen op mijn wenkbrauwen. En ik gewoon alles super goed kan laten zien. Nou, we zijn ingezoomd. Nou kun je alles hopelijk iets beter zien. Ik zie hier dat ik wat hartjes heb. Die moeten werken. Normaal gebruik ik altijd mijn kruidvat wenkbrauwhars. Die is echt geweldig, maar ik heb daar nou en geen zin in. En ik heb mijn dagcreme al opgedaan. En als je die al hebt opgedaan, dan heeft harsen geen nut meer, want dan is het oppervlakte te glad. Dus harsen moet je echt doen met niks op de huid. Dus ik heb hier een handig mesje bij de Action gewoon te koop. Super goedkoop. En dan trek ik zo mijn huid strak. En dan haal ik gewoon de paar extra haartjes hier weg. Maar als je dit doet, dit moet je dan echt elke dag doen. Want binnen een dag is het weer teruggegroeid. Nou, dan begin ik eerst met mijn spoelie. En dan ga ik zo al mijn haren omhoog doen. Zodat ze zo mooi omhoog staan. Als ik dan zie dat de haren iets te lang zijn, zoals je hier kunt zien. Dan pak ik mijn kleine schaar en dan ga ik gewoon de rand zo afknippen. Zo ga ik ze gewoon een beetje trimmen. Dit hoeft niet heel vaak, want het groeit niet echt heel snel. Maar op die manier gaat jouw wenkbrauw veel strakker zijn. By the way, ik ben echt geen professioneel wenkbrauwpersoon of zo. Dit is gewoon de manier hoe ik het al jaren doe. En dan weer alles omhoog. Zo. En dan ga ik in met de potloodkant. En dan maak ik gewoon onder een lijn. Ik maak hier een lijn. En dan ook nog zo de staart. Ik begin altijd eerst met de staart. En dan maak ik die gewoon zo dik als dat ik wil. En ik ga gewoon best wel met mijn wenkbrauw mee. Hoe die gewoon al is. Ik maak hem gewoon iets dikker. Dan een beetje inkleuren. Zo. En dan begin ik hier. En dan maak ik ook zo een lijn. Kijk, nou heb ik hem iets dikker gemaakt hier, zoals je kunt zien. Hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker het wordt. En je ziet hier de plek waar echt gewoon bijna geen haargroei zit. Die kleur ik in met mijn potloodje. Dus zodat die goed zwart worden en goed inblenden met de rest van de wenkbrauw. En dan hiervoor maak ik van die neppe haartjes. En dan maak ik gewoon zo van die strepen omhoog. En dan weer een beetje mijn wenkbrauw inkleuren. En dan met de spoelie ga ik vooral hiervoor er doorheen. Want dan wordt het iets minder zo'n blokje en iets meer soft. En dan ga ik een beetje zo er helemaal doorheen. Zo, dit doe ik dan ook bij deze wenkbrauw. Zo, die is ook klaar. Dit is mijn makkelijke en deze is altijd echt meer een gedoe. Je kunt het in principe gewoon zo laten, dat is prima. Maar ik ga ook nog altijd in met mijn poeder. En daarmee doe ik vooral de randen een beetje voller maken, zodat het er niet afgaat. Poeder zorgt er ook voor dat je wenkbrauw lang goed blijft zitten. En dan ga ik weer met de spoelie er een beetje doorheen. Dan maak ik mijn wenkbrauw ook altijd mooi strak hieronder. Dat doe ik met concealer. Ik gebruik mijn Benefit Concealer in de kleur 5. Pak een concealer die een beetje matcht met jouw huidskleur. Want als je een veel te licht gebruikt, dan krijg je helemaal zo'n witte rand om je wenkbrauw heen. En dat is niet echt mooi. Zo, dan pak ik gewoon een klein beetje concealer. Met mijn schuin afgesneden kwast. En die breng ik dan ietsje onder de wenkbrauw aan. En dan met wat er nog op de kwast zit, dat haal ik eraf. En dan ga ik gewoon met mijn kwast steeds een beetje meer omhoog, omhoog, omhoog. En dan maak ik zo de wenkbrauw helemaal strak. Zo, en dan hier blend ik het gewoon zo helemaal weg. Zo naar onderen toe. En dan wanneer ik de onderkant zo helemaal heb gedaan, dan bij de staart, ga ik er ook zo op. En dit maakt zo deze staart zo mooi strak. Dan ook weer de concealerlijn een beetje zo wegblenden. En dan ook nog hier in het begin maak ik het ook nog strak. Zo hier. Dan hier. Ik ga niet over de hele wenkbrauw zo. Ik laat gewoon dit altijd gewoon hoe het is. Want dan vind ik het toch iets meer naturel of zo. Want wanneer ik er helemaal omheen ga, dan wordt het echt iets te strak. Iets te veel een Instagram wenkbrauw. En dan zo met mijn vinger haal ik een beetje extra concealer weg. En dan ook weer met mijn vinger ga ik hiervoor een beetje eroverheen. Om het iets meer smooth te maken. Dan wordt het ook weer iets minder blokkerig. Dit ga ik nou ook bij de andere wenkbrauw doen.
Nou, allebei de wenkbrauwen zijn klaar. Zoals je kunt zien, die is iets meer hoekig en die is iets meer in lijn strak zo. Ik zou weer terug kunnen gaan in die en dan iets meer strak maken als deze. Maar daar heb ik geen zin in. Ik laat gewoon altijd voor wat het is. Het valt ook niet per se op. Het is nou gewoon omdat ik zeg, gaat het opvallen. Maar normaal gezien valt het niet per se op. Dan ga ik nog in met mijn wenkbrauwgel. En dan is het helemaal klaar. Dit is dus een gel met een kleur. Je kunt ook gaan voor een clear gel. Dus zonder kleur. Een hele fijne clear gel is ook van de Kiko. Die is ook heel erg fijn. Maar ik gebruik altijd met een kleur. Want dan ja, wordt het toch nog iets meer voller-achtig. En dan ga ik gewoon er zo doorheen. En dan ga ik zo omhoog. Dus ik breng weer alle haren zo'n beetje omhoog. Dan hier naar beneden bij de staart. Zo wordt alles nog iets meer strak en blijven je wenkbrauwen ook gewoon op hun plek. Vooral mensen met hele wilde wenkbrauwharen. Gebruik vooral dan een gel, want dan blijven ze gewoon echt op hun plek. Zo, en dit is dan hoe ik altijd mijn wenkbrauw doe. Ik maak ze iets voller, ik maak ze iets meer zwart en ik maak ze meer strak. En dit vind ik altijd heel erg mooi. Ik ben niet echt de beste persoon in wenkbrauwen. Wenkbrauwen is nooit echt zo mijn ding geweest. Dus ik vind het ook echt niet leuk om het te moeten doen altijd. Maar goed, het moet. Maar dit is dus hoe ik ze altijd doe. Nou gaan we verder met wimpers plakken. Voordat ik überhaupt de wimpers erbij ga halen, is een handige stap, wat het misschien iets makkelijker maakt voor mensen, is breng alvast een zwarte lijn aan op je wimperrand. Ik gebruik mijn Catrice Calligraph Pro Eyeliner Pen. Deze is heel betaalbaar en heel erg fijn. Als je een zwarte lijn maakt op jouw wimperrand, voordat je de wimpers gaat opplakken, dan is het makkelijker om ze te verbergen. Want dan heb je al een zwarte lijn. Als die zwarte lijn er niet is, dan moet je echt heel goed zijn in de wimper precies plakken op je wimperrand. Want als je dat niet doet, dan gaan ze dus te zien zijn. Maar als je al een zwarte lijn daar hebt, dan maakt het niet echt per se uit als je niet precies op de wimperrand zit. Dus dat is iets makkelijker. Dus ik pak gewoon mijn eyelinerpennen en ik maak gewoon letterlijk een lijn op de wimperrand. Het hoeft niet heel breed, gewoon een dunne lijn. Kijk, gewoon zo een hele dunne zwarte lijn. Dan heb je toch straks iets meer speling met het plakken van de wimper. Dan breng ik ook altijd nog mascara aan. Ik gebruik mijn BA Makeup Scandalous mascara. Deze vind ik heel fijn, want die heeft heel veel volume en is een beetje klonterig. En dat is heel fijn, want als je dan nep wimpers opplakt, als je wimpers al een beetje klonterig zijn en een beetje onder de mascara zijn, dan blenden ze beter met elkaar in en dan plakken ze ook zo vast aan elkaar, waardoor je niet meer kunt zien wat nou jouw echte of de neppe wimper is. Ik zie ook wel eens mensen wimpers plakken en dan pas daarna mascara doen op de echte wimpers, maar voor mij werkt dat echt totaal niet. Voor mij is het echt veel makkelijker om gewoon eerst dit te doen. Dus ik ga even gewoon een beetje opdoen. Ik denk dat iedereen wel weet hoe je een mascara moet opdoen. Dan doe ik ook nog altijd mijn wimpers krullen met een wimperkrultang. Let niet op die van mij, die is echt al helemaal vies. Ik moet echt een andere hebben. Ik doe altijd wachten totdat de mascara is opgedroogd en dan pas doe ik krullen. Ik weet dat het eigenlijk een beetje slecht is voor je wimpers als je ze krult nadat je de mascara hebt opgedaan. Dus je kunt het ook andersom doen. Maar voor mij heeft dat dan echt geen nut. En ik heb toch al hele slechte wimpers, so I don't really care. Ik zal vandaag nieuwe wimpers gebruiken, zodat je echt kunt zien wat ik doe van begin tot eind. Ik gebruik Babydoll wimpers. Deze staan in de stijl 761. Deze zijn lekker vol, heel erg mooi. Dit zijn de wimpers. Ik ga ze eerst met een pincet eruit halen. En ik trek altijd zo vanuit de hoek, maar trek niet te hard, anders trek je ze kapot. Dan heb ik hier de wimper. Wat ik altijd doe, want wimpers zijn altijd best wel lang. En mijn ogen zijn best wel klein, dus ik moet altijd een stuk eraf knippen. Dus plak ze niet gewoon zo gelijk op. Want als je een wimper oplakt die te lang is, dan gaat die zo naar beneden hangen. Dus ik knip altijd één hele pluk erbij. Bijna gewoon helemaal vanaf. En ik knip altijd in de buitenste hoek. Zo, nou zijn ze een stuk beter. Wat ik ook altijd doe, wat je ook echt niet moet hebben. Je hebt af en toe dat als je wimpers opdoet, het hier binnen in de hoek prikt. Dat komt dus omdat bijna elke wimper een extra stukje band heeft hier in het begin. Die stuk moet je eraf knippen. Dus ook in het beginstuk knip ik die extra stuk band er gewoon zo af. Zo, en dan zijn ze helemaal klaar voor gebruik. Wat ik ook nog altijd doe, wanneer ik ze voor het eerst opdoe, dan doe ik ook nog een beetje zo dit. Om ze een beetje flexibel te maken. En dit heeft heel veel nut, want als ze dat niet zijn, dan ga je waarschijnlijk het probleem krijgen dat ze in de hoeken eraf gaan.
wimperlijm. De wimperlijm die ik altijd gebruikte en geweldig vind, echt, dit is echt de beste ever, is de Zwarte Queen Farsi wimperlijm. Hij is echt super vaak gebruikt. Hij heeft ook zo'n kwastje. Alleen mijn kwastje is stuk, zoals je kunt zien. Alleen, helaas, wat ik dus denk, is ik heb een ontstoken wimperrand. En ik denk dat dat dus komt door deze wimperlijm. En dat vind ik echt super, super KUT, want ik vind hem echt geweldig. Maar die ik dus nu gebruik is de Zwarte Ardell Lash Grip Lijm. Deze is ook fijn, alleen minder fijn dan die. Want als je deze aanbrengt, je moet dan even wachten tot het een beetje droogt en dan pas opdoen. Terwijl met die, je kunt het aanbrengen en je wimper gelijk opdoen. En dat vind ik heel fijn. Maar goed, nou ga ik dus deze gebruiken. En dan ga ik een klein beetje lijm aanbrengen op de rand. Je moet er ook voor zorgen dat er genoeg lijm zit op de twee hoeken. Want dat vergeten vaak mensen. En ook dan gaat je wimper los in de hoeken. En dat is een probleem die heel veel mensen hebben. Maar breng ook weer niet te veel aan. Dus je moet echt zo precies genoeg aanbrengen. Dus dat ga ik doen. En echt op de rand, niet op de wimpers. Kijk, zo ongeveer dit. Is wel genoeg. Op de hele rand. Zo, bij die heb ik het nou ook gedaan. En dan moet ik even wachten. Ja, en dat hoeft dus met die niet. Deze is zo fijn. Oh my god. Wat je ook kunt doen om het een beetje te laten opschieten. Is een beetje blazen. En een beetje dit doen weer. Om het weer een beetje flexibel te maken. Zo, nou ga ik hem opplakken. Ik doe mijn hoofd zo een beetje omhoog. En ik kijk omlaag. En dan breng ik het zo aan in het midden. Breng niet aan vanuit een hoek. Dus eerst hier in de hoek of daar in de hoek. Want als je dat doet, dan gaat hij los in de andere hoek. Dus breng het letterlijk zo recht aan op je wimperrand. Zo. En dan met de pincet ga ik de hoeken vastmaken. Nou is hij precies hoe ik het wil. En dan ga ik nou gewoon extra drukken. Vooral bij de hoeken moet je altijd een beetje extra drukken. Ik heb acryl, dus ik gebruik altijd een pincet voor in de binnenste hoek. Want anders kom ik er niet goed bij. En dit druk ik dan gewoon zo erin. Gewoon drukken, drukken, drukken. En dan ga ik zo over de hele wimperrand. En dan, als het een beetje oké zit, dan ga ik met mijn vingers mijn echte en mijn neppe wimpers aan elkaar plakken. Een beetje zo. Zo, nou is hij er gewoon helemaal perfect op. Heel groot verschil met dit, zoals je kunt zien. Nou ga ik ook de andere erop plakken. Ook weer een beetje flexibel maken. Nou, in principe, ze zitten er zo op. Je kunt nog een beetje zien van de lijm, maar dat droogt nog helemaal op. Zo, nou zijn ze gewoon goed geplakt. Wat ik dan ook nog altijd extra doe, is ik doe dit. Zodat ze goed omhoog gaan staan. Gewoon een beetje zo omhoog drukken. Nou, dit is het dan. Dan breng ik ook nog altijd wat mascara aan op de onderste wimpers. En dan gewoon de rest van mijn make-up. En dan is het gewoon klaar. Ik hoop dat iedereen hier iets aan heeft gehad. Want ik heb het zo uitgebreid gedaan als kan. Dit is precies wat ik altijd doe. Nou, ik ga nou even mijn make-up afmaken. En dan kom ik zo bij jullie terug. Zo, mijn make-up look is helemaal klaar. Ik heb een beetje overdreven met de bronzer hier, maar oké. Wat heb ik op mijn lippen, mocht je je dat afvragen? Ik heb een lippotloodje Sweet Tea van Morphe op. En ik heb matte liquid lipstick van Pixie in de kleur Nude Posh Nude. Of Nude Posh Nude. Dus deze combi. Ik vind het echt een prachtige nude combi. En ja, dit is mijn everyday make-up look. Het is misschien een beetje heftig voor veel mensen, maar dit is hoe ik mij opmaak wanneer ik gewoon iets ga doen. Gewoon. Nou, ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video en vooral er echt iets aan heeft gehad en er iets van heeft geleerd. Let me know. Ik ben heel erg benieuwd. Als je nog iets wilt weten wat ik niet heb verteld, vraag het dan beneden in de comments. Stuur mij vooral geen DM via Insta of zo, want het meeste zie ik niet. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken en mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video.